Voor het Nationaal Landschap IJsseldelta. En vanochtend zat ik nog eens even in mijn agenda te kijken en toen zag ik van, goh, het is eigenlijk nog maar 3 weken geleden dat ik samen met mijn collega Vera aangeschoven ben bij het overleg van het toeristisch platform Zwarte Waterland, waar hier ook een aantal mensen van aanwezig zijn. En toen hebben we samen gekeken van, goh, hoe moet die route nou precies gaan lopen van dat rondje Zwarte Water en welke belangrijke toeristische informatiepunten moeten daarheen. We zijn natuurlijk alle partijen heel voortvarend aan de slag gegaan. De routebordjes zijn geplaatst, de routenet die hier ook aanwezig is. De fietsroute is opgemaakt, hij is gedrukt. Er is inmiddels ook al een digitale versie beschikbaar. En ondertussen hadden we contact met elkaar te kijken van, is dit wat we willen? Dus ja, ik denk dat dat eigenlijk ook wel een compliment waard is aan alle partijen die hierbij betrokken zijn, dat we in zo'n korte tijd tot zo'n mooi resultaat zijn gekomen. En dat de inwoners en alle toeristen hier in de omgeving van dit prachtige rondje Zwarte Water kunnen gaan genieten. Dus dat is eigenlijk wat ik in het kort even wilde doen. Jullie allemaal een compliment geven voor dit mooie resultaat. En Henk, ik mag jou nu als directeur van Marketing Oost uitnodigen om namens de organisatie nog een woordje te zeggen. Ja? Doe ik. Okay. Ja. Nou, Thea, begin dan met complimenten. Ik denk dat dat terecht is. Applaus voor jezelf, hè, voor een groot deel. Het is voor mij heel eervol om hier te mogen staan. Mijn moeder komt van de Kamperzeedijk, van Kattenbarg. Wij gingen altijd naar Genemuiden. Ja, inderdaad. Dus ik ken de streek heel goed, van de oudsher al. En het is wel mooi om dan hier een keer op deze manier terug te komen. Goedemorgen. Kijk eens, er komen weer mensen binnen. Dus, maar natuurlijk is de hele regio licht bezaaid met mooie dingen. Dus wat dat betreft denk ik dat we hier op een van die plekken zijn waar het goed toeven is. Maar we constateren nou ook dat Genemuiden wel een mooie plaats is met een historie en met een wereldfaam op bepaalde punten. Als je het hebt over tapijt, het verhaal van Madonna met het tapijt en zo, dat is toch hartstikke mooi. Ik heb het nooit kunnen checken, maar dat verhaal is zo mooi dat ik het vaak gebruik en dat Madonna tapijt uit Genemuiden heeft. Klopt het? Ja. Prima. Nou, dat lieg ik niet. Dat vind ik hartstikke... Nee, maar goed, dat... Ik heb nog wel een artikel in de boek van Zwarte Waterland is dat het 3 van die plaatsen heeft. Hè? Dat het 3 gemeenten waren vroeger. En dat merk je ook nog wel eens hier en daar. Niet ik, maar het is nu 1 gemeente, maar wel met 3 hele verschillende kernen. En dat zou ik ook vooral zo laten. Hè? Maak er nou niet een eenheidsworst van, maar zorg nou dat je onderscheidend bent op dat gebied. We staan hier om een fietsroute te openen. Dat is het tweede rondje van Overijssel. Rieners van het routepunt en Arno, die zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van wat we noemen de kwaliteitsimpulsroutenetwerk. Wij hebben in Overijssel een prachtig fietsroutenetwerk, dat weet u misschien ook uit ervaring. Dat kan, of u nou in Twente bent, of u bent in het Waterrijk, of in Sallent, het is overal prachtig fietsen, hier ook. Maar de provincie, samen met de partners, heeft gezegd, we moeten dat nog wel, de finishing touch moet er nog komen. En we willen naar 5-sterren niveau. Dan moeten de voorzieningen nog op een hoger niveau. Dan moeten we arrangementen hebben. Dan hebben we ook nog een aantal themaroutes nodig.
En daar is dit de tweede in een rij van 10. Alleen al in ons gedeelte. Dus van Verdal, Noordwest en hier rondom Zwolle, het IJsseldelta en het Waterrijk. Dat draagt het ook bij aan een van de B's die wij altijd vanuit vrije tijdseconomie hebben. Dat is dat we graag meer bestedingen willen. Want mensen hier nog geld. Dus twee doelgroepen. Eén, de bewoner. Genieten in je eigen achtertuin. En twee, toch ook de bezoeker. En daarin willen we eigenlijk wel, met deze rondjes, die willen we in een wat breder gebied afzetten. In een straal van 30 kilometer rondom Zwolle heb je jaarlijks zo'n 7 miljoen overnachtingen. 7 miljoen. Kregen we ook bij een gratis dingen. Oh, en dan staat de wethouder te zoeken. Ja. Nou, maar dan helpen we. Zullen we dat altijd spreken? Dat spreken we wel. Ja. Oké, okay, dus zeker iedereen hierbij is. Ja? Nou, dan komt er net. Nou, Dick, de eer is aan jou om het rondje Zwarte Water te onthullen. Het is een eer. Je zit helemaal alleen. Ja. Ja. Kunt niet dat ik hem lukken? Ja? Ja. Wacht even. Wacht even. Ja. Nee, valt mee. Anders had ik u wel geholpen. Ja, oké. Rondje Zwarte Water. Mooie kanning. Hey. Lamboortje. Ik wil ook graag nog wat zeggen, maar dat... rondje Zwarte Water nu klaar is. Ik heb er ook aan mee mogen werken en ik vind het echt geweldig dat het in een hele korte tijd nog lichtelijk kon worden aangepast, zodat we niet over een drukke verkeersweg heen hoefden en terecht te komen op een weg die al door de gemeente is afgekeurd, want dan zouden we er heel erg belabberd worden voor de fietsers. Het is een rondje wat ik zelf met Marie al heel vaak fiets, zonder de bordjes. Ik vind het ook geweldig dat we dit hebben kunnen doen met TPZ, toeristisch platform Zwarte Waterland. De Schuzzigers, de Hasselters en de Gelderbundigers die erbij betrokken zijn, die zijn hier ook aanwezig. En het is op een hele goede manier gegaan. Wat we daarmee voorstaan is met de TPZ. Iedere kern heeft zijn eigen gezicht. Laat het maar zo, want Zwarte Waterlanders, daar is al heel veel over gezegd, we wonen in de gemeente Zwarte Waterland, de meesten accepteren dat. Maar we blijven een Schuurzer, we blijven een Gellemunder, we blijven een Hasselter. En sommigen die pikken overal wat van mee. Maar toch, in Genemuiden ben ik een Schuurzer. En als ik in zo'n sluis ben, dan zeggen ze, oh, daar heet die Gellemunder er ook. Dus wat het is, ik weet het niet, maar ik ben wel blij te kunnen werken. Ik heb er nooit één begrepen. Het mooie is ook, we gaan door de kernen heen. Henk van Boerenveld heeft het ook al genoemd, Hasselt en Zwartsluis. De meeste mensen rijden trouwens nog altijd weer langs en gaan niet naar binnen, dat is nog wat jammer. Maar ga je naar Genemuiden toe, dan ga je ook echt naar Genemuiden toe. Je kunt er niet bij langs en je komt hier in de kern. We hebben hier een geweldige plaats om te kunnen parkeren, de fiets achter van de auto halen en je kunt het rondje mooi rijden. En wat we willen is toeristen naar Zwarte Waterland halen. Naar Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis en we denken dat we hier een hele goede stap mee hebben gezet. Henk die gaf ook aan het aantal overnachtingen in de regio Zwolle. Het is groeiende, dat weten we ook. Maar ik kom zelfs nog wel eens op een camping in de buurt van Ommen. En die kennen deze omgeving niet. Het is maar een half uurtje rijden met de auto. En wanneer Marketing Oost en in de Verdal ook reclame gaat maken voor de Kop van Overijssel, dan verwacht ik hier in de toekomst nog heel veel toeristen. En toeristen zijn er ook om de middenstand, horeca en noem maar op te ondersteunen, te onderhouden. Zodat ook voor die MKB'ers de mogelijkheid bestaat om door te kunnen gaan met hun werkzaamheden. Want we weten het gewoon, ze staan onder druk. En helaas, in sommige kernen verdwijnen er nog steeds meer winkels, in andere komen er nog wel weer wat bij. Maar hoe lang kan dat nog doorgaan? Ik wil de provincie bedanken voor de ondersteuning, vooral financieel. Ik wil Marketing Oost
en hun medewerkers bedanken voor de goede samenwerking in deze. En ik hoop dat dit een rondje wordt. Klaar, dus ik zou zeggen de tas toe en laten we met z'n allen misschien nog even een keer toasten op de nieuwe route. En overal liggen op de tafels liggen de fietsroutes, die kunt u meenemen. Eventueel vanaf morgen kunt u op de website Ontdekte IJssel Delta de route downloaden. Dus niets staat in de weg om dit mooie rondje te gaan fietsen met z'n allen. Dus veel plezier. Dat is ook wel mooi.